vijfde ziekte komt vooral voor bij kinderen tussen de 4 en 10 jaar. En meestal in het voorjaar. Uw kind krijgt rode wangen met roze-rode vlekjes. De uitslag breidt zich uit naar de romp, de billen, de armen en benen. De vlekjes worden samen grotere vlekken. Uw kind kan wat koorts en jeuk hebben, maar voelt zich verder niet ziek. Na ongeveer 10 dagen is de uitslag verdwenen. Bij warmte, kou of inspanning kunnen de vlekjes tijdelijk terugkomen. De vijfde ziekte komt door een virus en is niet zo erg besmettelijk. Uw kind krijgt het virus via druppeltjes in de lucht als anderen die het virus hebben dicht bij uw kind hoesten en praten. Na de besmetting duurt het nog ongeveer 2 weken voordat de vlekjes komen. Uw kind kan de ziekte al aan andere kinderen doorgeven in de week voordat de vlekjes er zijn. Zodra de vlekjes opkomen, is uw kind niet meer besmettelijk. Uw kind mag daarom gewoon naar school. Kinderen hebben elkaar vaak al besmet voordat de ziekte zichtbaar is. Er zijn geen medicijnen tegen de vijfde ziekte. Het gaat vanzelf over zonder ernstige ziekteverschijnselen. Als uw kind de vijfde ziekte eenmaal heeft gehad, kan hij of zij de ziekte nooit meer krijgen. Het kan zijn dat je zwanger bent en iemand in je omgeving de vijfde ziekte heeft. De kans dat een ongeboren kind gevaar loopt door de vijfde ziekte is gelukkig heel erg klein. Bijna alle zwangere vrouwen hebben in hun bloed antistoffen tegen de vijfde ziekte. En die antistoffen beschermen ook het ongeboren kind.